De komende 10 dagen zijn wij in Oostenrijk. We zijn in de Tiroler Zugspitz Arena, wat bekend staat om zijn prachtige bergen en ontelbare wandelpaden. De komende 9 afleveringen lopen wij de mooiste routes van dit gebied. Deen zit zijn angst onder ogen. Ik vind het echt niet leuk. En Alette voelt zich één met de dieren. Ik ben een berggeit omhoog, maar ik wil naar beneden. Volg ons tijdens dit avontuur. Wij zijn onderweg naar Highline 179. Dat is een hoge ophangbrug waar je overheen kan wandelen. En zoals je zou denken, zou die eigenlijk 179 meter hoog moeten zijn. Maar hij is 114 meter hoog en 406 meter lang. En we gaan er eerst naartoe hiken. Achter ons zie je een kasteel boven op de berg. Ik weet niet of jullie hem net kunnen zien. Maar het is Kasteel Ehrenberg en dat is ook het beginpunt van de Highline. Die brug natuurlijk meer dan 100 meter hoog is, is het wel lekker klimmen. Heel goed voor de conditie. Woe! We zijn er! Ja. Het is ongeveer een uurtje wandelen er naartoe en dan ben je er al. Het begin is een beetje over asfalt, daarna door een soort middeleeuws bos. Hele leuke hike. Nu gaan we eens kijken hoe die brug is. Wat Deen nog niet heeft verteld, waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe hij het gaat ervaren. Want hij heeft best wel hoogtevrees en de brug heeft dus een open vloer waar je overheen loopt. Ook dus nog doorzichtig. Dus je kan zo de diepte inkijken. Geweldig. Goed vasthouden, Deentje. Dit was echt heel hoog. Leef je nog, liefje? Zeker. Echt een aanradertje om te doen. Hij is zo vet. Vooral als je geen hoogtevrees hebt, is hij heel vet. Nee, moet je nagaan als je hoogtevrees hebt. De brug verbindt twee oude kastelen. Het zijn nu ruïnes natuurlijk. De reden dat deze brug de Highline 179 heeft gekregen, is omdat hier een weg doorheen loopt. Dat is de B179, vandaar de naam.